Denk je, oké, hey Wouter, gaat het straatje keren in een 600 pk SUV. Hoe zou je dat normaal doen? Nou, dan ga ik een beetje op het gas natuurlijk. En op een gegeven moment lekker ingedraaid ben, een beetje ruim, ga je vol op het gas. En er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Ja jongens, welkom aan boord van de toekomst in de Lotus Elettre. Leuke autologvideo jullie weer gaan kijken met mij, Wouter Karsen. Altijd goed om je naam meteen even te noemen. En dit is dus de Lotus Elettre. Eerste nieuwe, echt compleet nieuwe product van Lotus. Compleet elektrisch. Het is een SUV en dat is wereldschokkend. Want ja, Lotus stond bekend om lichtgewicht auto's. You want to add speed, add lightness. Oftewel, haal vooral dingen weg van de auto. Maak ze niet te zwaar. Ja, een EV is al een soort van kansloos. Maar, dus we kunnen daar lekker een beetje op zeuren. Dat gaan we ook genoeg doen, maak je geen zorgen. Aan de andere kant, ja, weet je, dit is wel waar de markt naartoe gaat. En het is wel de eerste SUV van een sportief merk waar je dan een volledig elektrische variant van krijgt. Hè? We weten, Porsche is ook met allerlei dingen bezig. Ferrari heeft er ook wel dingen over geroepen. Maar in ieder geval, die hebben net de Puro Sangue met een V12 gelanceerd. Ik weet niet of ze daar al een elektrische versie van in de plannen hebben. Maar, ja, dus dit is de first one. Dus dat maakt hem toch interessant om even te gaan bekijken, mee te gaan rijden. Aantal dingen waar we eventjes meteen naar moeten kijken en het over moeten hebben. Eigenaarschap van Lotus, dat is natuurlijk heel, ja, dat zijn van die merken die nadat ze zijn opgericht, hè, Colin Chapman heeft Formule 1 gereden, heel veel succes gehad. En dan op een gegeven moment gaan ze door diepe dalen, hoge pieken, maar vooral diepe dalen. En een aantal jaar geleden heeft Geely Lotus gekocht. Dus je denkt, Geely, waar kennen we die ook alweer van? Nou, die ken je bijvoorbeeld van Polestar, Zeekr, Lincoln Co, Volvo. Met een kanaal Smart. Zijn ze ook wel gedeeltelijk eigenaar van. Dus dat zijn vrij actieve jongens. Wat dat betreft zou je de parallel kunnen trekken tussen Lotus en Lamborghini. Lamborghini ook door Audi gekocht, Volkswagen concern. Nou ja, dat betekent dat ze zeg maar konden gebruik maken van de expertise binnen het concern. Motoren, platformen, nou, noem maar op. Dus daar zijn mooie dingen uitgekomen. Dus wat dat betreft, we schrijven Lotus zeker nog niet af. Maar we zullen het wel kritisch bekijken. Of dit wat is de Elettre. Richting aangeven. Gooi hem zo de bocht in. Zo jongen. Dat is, ja, het is wel snel. Maar ja, dat is inmiddels al geen verrassing meer bij de gemiddelde elektrische auto. Zijn allemaal snel. Hebben allemaal veel vermogen. Gaat allemaal makkelijk. Altijd een automaat. Altijd veel waarschuwingen tussendoor. Met allemaal piepjes. Lane keeping assist. Zal ik hem uitzetten? Kan ook. Veiligheid, touchscreen, lane keeping, uit. Wil je hem uit? Ja, ik wil hem uit. Jij ziet soms lijnen die er niet zijn, lieve Lotus. Dit is grappig trouwens. Lotus. Denk je, oké, hey Wouter, gaat het straatje keren in een 600 pk SUV. Hoe zou je dat normaal doen? Nou, dan ga ik een beetje op het gas natuurlijk. En op een gegeven moment lekker ingedraaid ben, een beetje ruim, ga je vol op het gas. En er gebeurde eigenlijk niet zoveel. En daar gaan we het meteen over hebben zo meteen. Over onderstel en zo. Is dat je, ja, je verwacht en hoopt iets spectaculairs. En een klein tipje van de sluier. Maar goed. We gaan het eerst over technologie hebben. Lotus claimt dat dit een eigen platform is. Maar er zijn natuurlijk gelijkenissen met de andere elektrische SUV's van het Geely concern. Dus Volvo EX90, Polestar 3 of 4 of 5. Ik ben het inmiddels een beetje kwijt waar we nu zijn bij de Polestar. Maar Zeekr, je ziet natuurlijk dat er elementen worden gebruikt die ook bij andere auto's terugkomen. Dat maakt ook niet uit. Misschien weer het voorbeeld van het Volkswagen concern. Daar zijn natuurlijk prima dingen uitgekomen. Wat heb je nodig om succesvol te zijn in dit grote SUV-segment? Grote accu. Dus ja, dat heeft hij. Op basis van een 800 volt architectuur, alhoewel in die specificatie dan 700 volt wordt genoemd. Nou ja, close enough, zou ik er bijna zeggen. In ieder geval meer dan wat standaard is. Normaal is 400 volt natuurlijk. En dat betekent dat je sneller kan laden. En dat ga je ook nodig hebben. Want dit soort auto's, echt mega, mega accupakket. 112 kWh groot.
Dus als je hem weer vol wil laden, dan ben je blij met een goede AC-lader tot 22 kilowatt. Dat is de meeste Nederlandse huizen ondersteunen niet, maar dat betekent dat je bij de meeste laadpalen gewoon 11 kilowatt erin kan pompen. Maar dat je dan dus nog steeds een uurtje of 10, 11 bezig bent voordat die vol is. Best wel weer lang. Moet je niet aan denken om dit bij een langzame laadpaal te moeten doen als die helemaal leeg is, want daar word je dan niet gelukkig van. DC-laden, ook super belangrijk. 800 volt, dus dat betekent waarschijnlijk dat hij heel snel kan laden. Ja, zeker. En ja, hier komt dan een beetje die Chinese route alweer naar voren. Natuurlijk worden daar zeg maar spectaculaire cijfers geclaimd. 355 kilowatt snel laden en in 20 minuten van 10 naar 80%. Er stond een asterisk bij. Wat staat er dan bij? Aan een 420 kilowatt laadpaal. Toen dacht ik, die zie ik eigenlijk echt nog helemaal nergens. Dus dat is zeg maar vrij theoretisch. Nog een kleine toevoeging. Een iets ander outfitje. Ik snap het verwarrend voor jullie dat je dit midden in de video met andere beeldkwaliteit opeens terugziet. Maar zijn we Fastnet te zien? Ja, Mercedes EQC achter mij. En we zien de gele boog van Fastnet. En ze geven op bij Lotus tot 355 kilowatt DC snelladen. 10 tot 80% in 20 minuten. En nu sta ik bij een snellaadpaal. Eerst stond ik aan de verkeerde. Geef ik toe. Ik stond aan 150 kilowatt lader. Die redden niet boven de 110. Dus dacht ik, nou, dat is ook al niet het maximum. En daarna ben ik even verhuisd naar de 300 kilowatt lader. En die redt eigenlijk, hij heeft één keer gepiekt op 200 plus, maar nu zitten we er al ruim onder. Op 120, 130 kilowatt. En die accu is eigenlijk optimaal leeg. Ik kwam hier met 7, 8% aan. Ik moest het echt wel even laden om ook weer verder te kunnen. Ik moet vanmiddag al een aantal dingen doen. Dus N is 1. Maar ja, meestal als dit soort dingen gebeuren en net niet helemaal goed is qua snelladen, ja, dan is het ook op andere momenten ook natuurlijk niet zo snel als beloofd. En dit is eigenlijk best wel irritant, want dit gooit mijn schema een toefje in de war. Dat ik eigenlijk net te lang moet staan om daarna verder te kunnen en alles te kunnen halen. Ik ken de laadcurve ook niet van deze auto, maar je ziet dat ze nogal met cijfers gooien. Maar ja, snelladen, dat doet hij sowieso zeker wel. En dat zou ik wel moeten, want ja, grote sportieve SUV, moddervette banden, groot frontaal oppervlak, wel een goede CW-waarde van 0,26. Overigens zijn daar ook weer wat kanttekeningen bij te maken. Aerodynamica pakket ga ik het zo meteen over hebben. Maar dat betekent een WLTP range tot 600 kilometer. En hier komt de eerste Asterix weer tevoorschijn. Dat is voor de Lotus Elettre de basis op 20 inch velgen. Die versie kan je overigens ook niet op andere velgen krijgen, alleen maar 20 inch. En dan moet je het aerodynamica pakket erbij nemen. Dat betekent volgens mij de digitale buitenspiegels en een actieve spoiler. En misschien nog wel meer. En dan krijg je 30 kilometer extra range. Overigens, digitale buitenspiegels, wil je ze niet. Ik heb nog geen auto gehad waar ik dat echt heel fijn vond. Het lijkt theoretisch veel beter. Je hebt kleinere spiegels, maar uiteindelijk heb je nog steeds iets wat uitsteekt. Omdat je toch het zicht moet hebben, die camera's erin zitten. En het nadeel is, ja, je kan niet, weet je, in een spiegel kan je even zo doen, zo kijken, zo. En dan zie je net even een ander beeld. Ja, de camera is gewoon de camera, that's it. Dus ja, soms denk je, oh, zit er nou politie achter mij? Dat heb ik dan vaak. En dan kijk je even zo, nou, we zitten wel met z'n tweeën en ze hebben wel blauwe zwaarlicht op het dak die aanstaan. Ja, dus, denk het wel. Nou, dat kan je niet in die digitale buitenspiegel. Maar goed, range. Andere versies hebben dus minder range. Dit is de Lotus Elettre S. Die heeft nog 530 kilometer WLTP range. Praktijk natuurlijk. We zeggen al, doe maar 350. Nou, als je deze video kijkt en serieus voor een Lotus Elettre in de markt bent en je kan het betalen, een ton plus namelijk, dan kan je zelf uitrekenen wat dan ongeveer de range zou moeten zijn. Maar ja, het betekent dus wel dat die 600 kilometer, dat is in het meest gunstige geval 20 inch velgen, aerodynamica pakket en de basisversie. En hier wordt die dan ook interessant. Want je hebt de Lotus Elettre, Elettre S en de Elettre R. En om met de R te beginnen, heeft drie motoren.
twee op de achteras, één op de vooras en totaal meer dan 900 pk. En de Lotus Elettre S heeft twee motoren. Één op de vooras, één op de achteras. Oké, hallo. 600 pk. Dan hebben we de Lotus Elettre. Die heeft twee motoren. Eén op de vooras, één op de achteras. In totaal 600 pk. Dat is ook voor de normale Elettre zo. Ja, dat klopt. Dus daar is technisch geen verschil. Wel in de uitrusting, maar daar ga ik je zo meteen wat meer over vertellen. Eerst wordt het tijd om een luchtje te scheppen buiten de auto. Taxi! Nee, dat is een LiDAR. Oh. Ja, jullie zien ook wel andere Chinese auto's, wil ik zeggen. Ja, het is een beetje Chinees is het natuurlijk wel, deze Lotus. Maar die andere EV's zie je ook met LiDAR-technologie rondrijden. En ik denk, LiDAR, wat is dat? Ja, dat is een soort radar, maar dan anders. Dat zijn bijvoorbeeld deze dingen en het taxibordje bovenop. We kregen hem eerst niet uitgeklapt en toen wel. En toen ontdekte ik de zelfreinigingsfunctie. En toen kwam een soort ejaculatie van ruitenwisserreinigingsfunctie. Goed voor de scribbel. Kwam er overheen. Interessant om erbij te vermelden. Volgens mij gebruiken ze de LiDAR nog helemaal niet. Het is een beetje een issue met de software. Hebben niet alleen zij, maar ook andere fabrikanten last van. Het is natuurlijk fantastisch dat je daar enorm gedetailleerd, enorm veel informatie over medeweggebruikers, hoe de weg eruit ziet, stand van de maan naar binnen kan halen. Maar daar moet je dan ook wat mee. En dat is dan toch nog ingewikkelder dan je dacht. Maar goed, uiteindelijk denk ik dat je daar toch ook gewoon echt geen Lotus voor koopt. Dat je niet voor dat soort technologie. Je koopt hem omdat je het heel gaaf vindt, dat hij goed stuurt. Dat soort dingen. Het is natuurlijk gewoon een sportmerk. Uiterlijk van SUV's, van sportwagenmerken, dat is lastig. Want we pakken even de voorbeelden erbij. Eerste generatie Cayenne. Ja, we beginnen hem nu langzaam te waarderen en het was zeker een commercieel succes. Maar, qua styling, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus. Ik bedoel, ik vind het allemaal gave auto, maar als je heel eerlijk bent, dat je denkt, eigenlijk ergens ook alweer een beetje moeilijk qua styling. Dat was natuurlijk ook de uitdaging voor Lotus. Hoe ga je het Lotus DNA op een opgeblazen SUV met een accupakket van 600 kilogram plus verwerken? Dat gaat eigenlijk niet. En ze hebben wel een poging gedaan over deze testauto. Echt belachelijk duur, gewoon zeg maar best wel exorbitant gespekt. Bijvoorbeeld, overal carbon. Zeg maar, eigenlijk alles wat je zou kunnen raken op het moment dat je verkeerd inparkeert, dat is van carbon. Heel handig, vind je verzekeraar denk ik ook heel erg top. En dat is ook echt gewoon heel duur. Dus dit soort dingen allemaal aan de zijkant. Maar dat is allemaal optioneel. We gaan het zo nog wel even over prijzen et cetera hebben, dus dat maakt nu niet zoveel uit. Maar dan weet je dat één, het heeft eigenlijk geen zin op een auto als dit. Het is gewoon 2600 kilogram of iets dergelijks op renteken. En het is belachelijk duur. Dus doe het vooral als je het mooi vindt. Ik vind eigenlijk niks van op dit soort auto's, carbon of niet. Ja, doe het vooral. Wat ik wel grappig vind, actieve aerodynamica hier zo. De koelopeningen, nu zijn ze open. Als we de auto dicht doen, dan gaan ze weer dicht of juist weer open. Ik weet het allemaal niet. En wat wel aardig is, en dat is een puntje wat ik Lotus ga geven. Dat hebben ze ook uitgelegd en heb ik ook uitgelegd in de statische video van de Lotus Elettre. Dat ze toch, zeg maar, wat we weg kunnen laten, laten we weg. Nou, dat bleek niet heel veel te zijn, maar we hebben toch een paar punten gevonden. Kijk, bijvoorbeeld hier kijk je gewoon dwars door het bodywork heen. En aan de achterkant zie je dat ook. Dus toch een soort poreuze carrosserie. En wat je niet er neerzet, dat weegt dus ook niks, hè? Zoiets. Wat wilde ik nog meer vertellen? Het is qua styling, soms een beetje lastig. Wat ik niet mooi vind, dit klapt dan straks naar binnen. Hier weer cameraatje, hier camera. Het is ook dit zijn de digitale buitenspiegels, optioneel. Achter ook weer LiDAR, camera. Dus er zitten best wel veel van dat technische dingen zitten daarop.
eigenlijk, als ik heel streng ben, had Lotus dat helemaal niet moeten doen. Had gewoon moeten zeggen van, joh, hij heeft gewoon, zeg maar, reguliere adaptieve cruise control, lane departure warning, dat soort dingen. Dat wil je wel op dit soort auto's hebben. Maar al die, zeg maar, next level, ja, laat het maar aan anderen over. Bijvoorbeeld Volvo, die over een soort zustermodel is van deze Elettra EX90. Ik ga het zo ook allemaal krijgen. En hierachter, eigenlijk is het leuk om dan even zo te kijken. Dan kijk je ook echt op de achterband. Dus dit is ook weer zo'n voorbeeld van, ja, wat lekker aerodynamisch open is. Er staat nergens op dat dit de Elettra is, maar dat nemen jullie even van mij aan. Dit is de Lotus Elettra. Als ik op het knopje druk, gaat hij op slot. En dan krijgen we allemaal, kijk, gave animaties. Dus in verschillende kleuren. En als ik hem dan weer open doe. Overigens echt een supersonische sleutel heb ik. Spoiler die omhoog gaat. En weer naar beneden. Ja, daar hebben ze over nagedacht. Kijk, dit is de sleutel. Wat tof, toch? Krijgt er ook een kaart bij. Kan je ook gebruiken om open te maken. Komt ook een app. Of in ieder geval via je telefoon de auto openen. Maar daar zijn ze nog even mee bezig om de software helemaal te fine-tunen. Ja. Eigenlijk moet je vooral ook naar de band, of eigenlijk de velg combinatie met band dus het wiel kijken. Achterbanden 3, 15, 35, 22 inch groot. En dat is eigenlijk niet overdadig op deze auto. Dus dit is echt, dit is... Yeah. Hier staat een hele grote auto. Ja, dat is lekker. Ik heb wel een grote SUV, ik kan er lekker in zitten. Dus hij heeft ook stoelverwarming, is ook lekker voor vandaag. Ik heb mijn winterjas weer aan, want het is koud. En dan gaan we maar weer een stukje rijden. Even kijken wat ik warm krijg van de prestatie. We doen launch control. Hij doet niet echt launch control, dus ik moet gewoon vol gas geven. 603 pk, 700 Nm aan koppel. Dat betekent in 4,5 seconden naar de 100. Topsnelheid 258 km per uur. Ja, het is wel snel. Dus dan is het snel dat ik hier voor deze bocht toch even moet afremmen. Lotus Elettra R, nou ja, 900 plus pk, onder de 3 seconden naar de 100, als in 2,95 seconden. Maar goed, die versie rijden we nu niet. En de Lotus Elettra, de basis, ja, die heeft dus dezelfde prestaties als de Lotus Elettra S. Wat wel een beetje vreemd is. Ook dezelfde accu, dezelfde laadmogelijkheden. Maar een aantal andere zaken zijn er wel anders. Kom ik dadelijk nog even op terug. Ik wil nog wat andere dingen behandelen. Het rijden hebben we het straks over gehad. Tweekamer luchtvering, adaptieve demping. Als je Lotus Elettra S neemt, heeft hij volgens mij standaard ook de achterwielbesturing en adaptieve rolstabilisatoren. Dus je hebt iets meer comfort als je rechtdoor rijdt. En hij kan wat minder overhellen als we in de bocht gaan. Ja, dat is wel een auto. Hij heeft wel bakken met grip. Maar hij heeft ook... iets, ja, hoe zou ik het zeggen? Ik ga Lotus mensen een beetje pijn ermee doen. Het is een beetje braaf en saai. Want, zoals je weet, Lotus Elettra S heeft twee motoren. Eén op de vooras en één op de achteras. Volgens mij, want er wordt verder niet gespecificeerd, hebben ze allebei hetzelfde vermogen. En wat betekent dat als je gewoon gaat rijden, dat je nogal neutraal aanvoelt. Je maar een beetje de bocht induwt en denkt, nou, Wout gaat hem even provoceren voor de wetenschap, hè. En dan duwt hij over die voorwielen weg. En dan maar een denk je, nou, de schuiven hem. We driften als het ware over de voorwielen zo rechtdoor de struik in. Mocht ik het te ver doen. Onderstuur dus. Niet zo inspirerend voor een sportieve auto. Hoeft niet erg te zijn voor een SUV. Maar dan kom je weer op het punt dat je denkt, ja, maar dit is een Lotus. Dit zou toch dan juist heel gaaf en spannend moeten zijn. Want waarom kies ik anders voor de Lotus? Los van de badge en het feit dat je dan aan de bar kan braken. Ik ben met de Lotus vandaag. Maar dat is dus niet zo spannend. Ik vind hem verder qua grip en hoe hij alles doet en zo. Is het echt niet verkeerd. En ook een onderstel. Af en toe raakt hij even de weg kwijt op wat hobbels en zo. Maar als je hem dan weer in de tourstand zet in plaats van sport. Het is allemaal instelbaar. Dan denk je, oh ja, dan filtert het allemaal nog wat lekkerder weg. Is het wel prima. Alleen gewoon niet spannend.
dit is niet, weet je, maar wat Max Verstappen wil, dat zo'n auto, weet je, een beetje pointy is, dat je op het gas, zeg maar, dat dan de koers verandert. En dat betekent niet dat je hoeft te driften, absoluut niet, kan, maar ook hoeft niet. Dat heeft de Elettra eigenlijk niet. En dat had ik wel verwacht. Had ik wel gehoopt. Of eigenlijk eis ik dat ook wel een beetje van een auto zoals de Lotus Elettra. Want waarom is het anders dan Lotus? Had er anders gewoon een Polestar of een Zeker of een Volvo badge opgeplakt? En zei, oh ja, het is natuurlijk geen Lotus of Porsche. Dus ja, het rijdt zoals het rijdt. Beetje braafjes. Ja, verder, het is wel echt snel. Maar goed, dat zijn we van de elektrische auto's inmiddels al wel een beetje gewend. Dus, hè, dus je gaat op het gas, geen enkel probleem. Of wat hij ook echt goed doet. Dus kom hier een drempel aan, we rijden iets te hard. Echt wel een soort van briljant hoe hij daar overheen gaat. Dus al die dingen zijn wel goed afgevinkt. Nou, dan gaan we even over het interieur. Ik vind dit niet zo'n fraaie kleurstelling. Een beetje muisgrijsachtig. Je hebt voor je neus een klein display. Je hebt ook een passagiersdisplay waar ook wel dingen op staan. Hier in het midden vrij groot touchscreen. Groot head-up display. Dus wat dat betreft allemaal wel op orde. Qua afwerking. Ik moet even door deze materialen heen kijken. Ik vind dit gewoon qua kleur allemaal niet zo fantastisch. En dat doet altijd iets met mijn kan iets doen met mijn kwaliteitsperceptie. Dus ik weet het niet 100% zeker. Ik ben niet mega overtuigd van wow, de Lotus Elettra is per se het geld waard. Want daar gaan we er zo ook nog over hebben. Misschien moeten we het er nu over hebben. Lotus Elettra is er vanaf 98.000 euro. Nou is dit Lotus Elettra S met een paar opties. En dan kost die bijna 160.000 euro. Dus, even terugspoelen. Pardon, hij is er vanaf 98. Dan heb je dezelfde aandrijflijn, maar deze is 160. Oké, hoe kan dat? Nou, de Lotus Elettra S kost 124 en een beetje. En dan zitten hier nog een zootje opties, 35.000 euro aan opties op. Dus dan kom je tegen die 160.000 euro aan. En wat het een beetje het nare is, als je goed kijkt naar die Elettra en die Elettra S, ja, technisch doen ze het hetzelfde. Ik heb alleen wel echt wel een behoorlijk lijst aan dingen. Wacht, ik zal er even bij pakken die je dan extra krijgt. Maar dat kost dus ook 25.500 euro meer. Even kijken, wat hebben we dan extra? Betere remmen, maar op zich handig. Actieve aeropakket. Softclose portieren. Hands-free bediening van de elektrische achterklep. Ja, dus dat is wat je met je voet kan openen. Wat nooit werkt, tenzij je bij mij op de oprit achter een auto langs loopt die dat heeft. Dan gaat opeens die klep open en word je knock-out geslagen. Zou kunnen. Metalen treeplanken met verlichting. Dat is zo. Oh ja, instaplijst. Hebben ze. Comfort, ionisator, premium ambient verlichting, met 64 kleuren. Parkeerpakket, oftewel dan kan hij zelf inparkeren en zo. Kev Reference 2160 watt, 23 luidsprekers. Ja, dit is ook wel geweldig. Alleen dat kost dus allemaal bij elkaar 26.000 euro. En dan vraag ik me af, welke van deze dingen moet jij er absoluut bij hebben? Audio, ja, prima. Maar het is wel echt heel duur. Zelfs Audi maakt dat niet zo bond, zeg maar, dit soort meerprijzen voor een versie met, ja, je krijgt heel veel spullen extra, maar 26.000 euro meer. Dat is gewoon 25% op de basisprijs van de auto. Nou, wat krijg je daar nog meer voor? Meer keuze qua kleuren, want die basisversie mag je maar twee kleuren. Mag je alleen met 20 inch velgen, die er overigens best prima uitzien. En dan kan hij verder mee rijden. En waarschijnlijk is hij iets comfortabeler, gaat hij potentieel iets minder hard de hoek om. Nou, het zal ook wel meevallen, denk ik. Dus ja, eigenlijk is een beetje de tip van Flip. Is als je een Lotus Elettra wil, ik zou die S links laten liggen. Ik ben in de configurator gedoken. Ik dacht, nou, doe mij maar gewoon de basis. En nou, dan vink je één of twee opties aan. Sommige dingen mogen dan niet op de basis. Zoals andere kleuren en andere opties. Comfortstoelen bijvoorbeeld met massagefunctie. Nou ja, als dat al 26.000 euro scheelt, plus eventueel de kosten van de optie, ja, dan denk ik ook, laat maar gaan. Best een nieuwe hobby. Kan je best een paar keer leuk van op vakantie of nog een auto kopen. Dan koop je voor dat geld gewoon tweedehands Elise erbij. Heb je dat echte Lotus gevoel? Nee, dus dat
maakt het ingewikkeld, deze Lotus Elettra. Vooral als je ook concurrentie erbij gaat halen. Nou, zijn er niet echte concurrenten als in echt sportief merk. Hè? Niet een zeg maar bread and butter premium merk zoals Audi, BMW, Mercedes of Volvo. En er zijn niet echt sportieve SUV's die volledig elektrisch zijn. En je hebt wel Porsche Cayenne en een Bentley Bentayga en de Urus en de Maserati. Wat hebben ze? Gran Turismo wou ik zeggen, maar dat is geen SUV. De Levante en de Grecale, et cetera. Weet je, dat is allemaal wel, maar nog niet volledig elektrisch. Wat dat betreft, Lotus heeft zeg maar een voorsprong. Maar als je dan kijkt naar Mercedes, EQE SUV, 43 en 53 AMG, 130 en 149.000 euro. Of BMW iX heb je als X-Drive 50, snel genoeg, of als M60, nog sneller. Heb je ook allemaal voor dit geld. Maar het wordt nog erger voor Lotus dan. Audi SQ8 e-tron. Kennen we natuurlijk al, een beetje afgezaagd, al best wel veel zien we rijden. Maar die is er voor onder de ton. En dan zit je qua prestaties op hetzelfde niveau. Die heeft 3 motoren, ook zo'n mega accu. Niet de zuinigste in zijn klasse. Daar dacht ik, ja, toch even in een configurator kijken. Wat kan ik daar dan allemaal bij aanvinken? En toen werd het eigenlijk nog wat erger dat die optieprijzen bij Lotus ook wel. Het is echt duur allemaal. Echt duur. Een beetje het gevoel alsof Lotus zich een beetje uit de markt prijst. Ik vind het echt prijzig. En voor sommige mensen is dat een reclame. Ik heb echt een hele dure dikke. Nou ja, die groep is ook wel weer klein. Dus ja. Ik had gedacht dat ik wellicht enthousiaster zou zijn voor de Lotus Elettra. Ik zat te denken van, ja, wat had het dan beter gemaakt? Nou, hij had voor mij niet LiDAR's en dat soort dingen hebben. Dat hoeft voor mij niet op een Lotus. Laten we eerst gewoon, zeg maar, gewoon de basis goed krijgen. Dat we wat sportiever mogen sturen. Uiterlijk kan je altijd over discussiëren en zo. Maar vooral de prijzing, ja, ik heb er een beetje moeite mee. Maar goed, misschien gaan ze mij verbazen. Dan hebben ze heel goed hun research gedaan. En gaat het helemaal goed komen. Maar ja, ik zou sowieso geen S pakken. Doe dan maar gewoon meteen de R. Die heeft 900 pk, die heeft 3 motoren. Hè? 1 motor voor, 2 motor achter. Ja, je weet, je hebt het ook al gedaan. Hè? Die is 154.090 euro. Die is Lotus Elettra R, dus goedkoper dan deze versie. Die bijvoorbeeld heel veel carbon buiten en dingetjes heeft. Nou ja. Dus moet het maar mee doen. Met de conclusie die ik eigenlijk net al een beetje heb ingeleid. Net iets minder geinig dan ik had bedacht. Maar wel aan de prijzige kant. Ben je het met me eens? Oneens? Wat zou je kiezen? Mocht je deze klasse kunnen shoppen, of als je gewoon lekker even fantaseren, ik krijg 150.000 euro van mijn baas, maar het moet een elektrische SUV zijn, ja, welke kies je dan? Overigens kan je ook bij Tesla Model X Plaid. Dan heb je gewoon 1000 pk en dat is natuurlijk goedkoper dan dit. Maar ja, ik ben ook een beetje uitgekeken op de vorm en zo van de Model X, maar je hebt wel die gave deuren en dat soort dingen. En dat is natuurlijk wel echt nog een klap sneller. Ja. Of 3 keer Model Y. Ja, nou ja, gekkigheid. Bedankt voor het kijken. Het is alweer een kleine mini-documentaire geworden, geloof ik. Abonneer je. Reageer je onder even wat jullie ervan vinden. Vind je hem mooi? Word je er hebberig van? Zeg je, nou, nee, wacht maar, ik doe wel even wat anders. Het is wel een hoop geld. Dus dan moet je wel echt hebberig worden, anders dan moet je het niet doen. Notificatie aan, abonneren en tot de volgende video. De Mazzel.